September 1978. Een jong meisje, weggelopen van huis, is van plan om liftend haar volgende bestemming te bereiken. En liften werd eind jaren 70 nog volop gedaan. Mensen zagen er destijds het kwaad er nog niet van in. Wanneer de 15-jarige Mary Vincent instapt bij een wat oudere man, doet deze man haar denken in eerste instantie aan haar oude, schattige opa. De man blijkt een wolf in schaapskleren te zijn. En Mary Vincent heeft haar bestemming nooit heel huids weten te bereiken. Van harte welkom allemaal bij deze nieuwe misdaad en mysterie. En ik heb het vorige week al gezegd, dit wordt echt een hele heftige. Jongens, het is echt verschrikkelijk. Het enige goede aan dit verhaal is dat een van de hoofdpersonen het weet te overleven. Maar dat is dan ook de enige goede twist die dit verhaal gaat hebben. Echt waar, hou je vast, het is me er een. En ik zal jullie de details ook niet besparen, want dat gaat gewoonweg niet. Dit verhaal is zo gruwelijk in zijn vorm dat ik het niet kan censureren. Dus daar kies ik maar bewust voor dat deze video demonetized wordt. Die afweging moet ik nou eenmaal af en toe eens maken. Voordat ik ga beginnen met het verhaal, is het tijd voor het reclamemoment, want deze video wordt mede mogelijk gemaakt door de telefoonhoesjes van Burga. Burga is een Europees merk en zij maken echt prachtige, beschermende telefoonhoesjes. Ze hebben hoesjes voor je iPhone, voor je Samsung, maar ook voor je AirPods, je iPad en voor je MacBook. Ze zijn echt van alles voorzien. Op hun site kun je kiezen tussen de mooiste ontwerpen. Ik ben echt weg van Burga. Ik heb het er al eerder met jullie over gehad. Zoals mijn iPad. Die zit nog steeds in deze fantastische hoes. Na al die tijd is die nog steeds super mooi gebleven. Ook mijn AirPods zitten nog steeds in hetzelfde hoesje. En ja, daardoor blijft die gewoon heel mooi. Ook mijn Magic Pen, volgens mij die Magic Pen, zit hier ook in opgeborgen. Hij kan ook super handig staan en ik ben er weg van. Maar ik heb dus nieuwe hoesjes binnengekregen. Dit zijn mijn twee nieuwe iPad hoesen. Dit is het ontwerp Gemini. Dat is mijn sterrenbeeld, hè, tweelingen. Oeh, ik kan niet wachten om deze in gebruik te nemen. Zelfde kwaliteit, super mooi. Je iPad wordt perfecter in beschermd. En ik heb een hoes in de print Midnight Kiss. Past ook echt perfect bij mijn achtergrondje, vinden jullie niet? Hoppakee. Zo, pennetje erin. Ik heb een hele nieuwe hoes. Ik vind deze echt fantastisch. Om het lookje van mijn iPad helemaal af te maken, heb ik er ook een prachtig telefoonhoesje bij uitgekozen. In precies hetzelfde ontwerp, Midnight Kiss. Dit is een hoesje van Burga uit de Elite collectie. En de Elite hoesjes zijn gemaakt met een technologie die je val, als je telefoon valt, perfect absorbeert. Dus deze bieden echt maximale bescherming aan je telefoon. En zeg nou zelf, ze zijn toch mooi ook. Ze voelen en ogen echt super luxueus. Het hoesje heb ik ook in het ontwerp Gemini. En deze past natuurlijk ook perfect bij mijn iPad hoesje. Ik moet zeggen, ik kon bijna niet kiezen, want ze hebben zulke leuke ontwerpen staan op die site. En ik vind het zelf echt ontzettend belangrijk dat je hoesje goed is, dat je telefoon beschermd wordt, maar dat het er ook nog leuk uitziet. En bij Burga ben je dan aan het juiste adres. Dit zijn dus de elite hoesjes van Burga, maar ze hebben ook een lijn met tough hoesjes. Dat zijn hoesjes met een harde buitenkant en een siliconen binnenkant. Er zit een verhoogde rand op, waardoor alles echt supergoed beschermd blijft, waaronder je camera bijvoorbeeld. Ook de tough hoesjes van Burga zijn de moeite waard. Nou, ik heb een leuke kortingscode voor jullie. Ik kan 15% korting op je bestelling aanbieden. Ga daarvoor naar burga.com/onnedy en gebruik deze kortingscode voor 15% korting op je hele bestelling. De code is onnedyx15. Dus ik zou zeggen, shop ze en kies wat leuks uit. Ik vind het dus zo leuk dat al mijn apparatuur nu met elkaar matcht. I love it. Ik wil Burga ontzettend bedanken voor deze samenwerking, want dankzij deze reclamemomenten kan misdaad en mysterie blijven bestaan. Dan is het tijd voor de shout-out van deze week. Als jij een leuke comment plaatst onder de hashtag SOnnedy, maak je kans om de volgende video benoemd te worden. En deze week is de shout-out voor Lin1989-28. Hey Dionne, hoe doe je dit zo vertellen? Via een lijst die je hebt gemaakt of gewoon uit je hoofd? Echt knap wat je doet. Ik ga mezelf gewoon exposen. Ik doe de research en ik typ alles uit wat ik wil zeggen. Dus het zijn geen steekwoorden. Het is op zich gewoon een script. Alleen doe ik het wel uit mijn hoofd. Ik kijk naar de tekst. Dan weet ik weer wat ik heb getypt. En dan ratel ik maar gewoon door. Zo werkt dat een beetje in mijn hoofd. Het is hetzelfde script dat ik gebruik voor Moordkast, maar het heeft toch altijd een andere uitwerking. Dus
ja, het is gedeeltelijk uit mijn hoofd. Maar mijn research is zo erg uitgetypt dat ik hoef er maar naar te kijken en ik weet weer wat ik ga zeggen. Hier staat mijn laptop. Daar kijk ik af en toe naar. Daar zitten jullie. Zo werkt het hier bij Misdaad en Mysterie. Toch een beetje een kijkje achter de schermen. Ik zou jullie een vertekend beeld geven als ik zou zeggen dat ik alles uit mijn hoofd doe. Want dat is onmogelijk bij een video van soms wel een uur lang. Trouwens, elke week tegelijkertijd met deze video staat er ook een nieuwe moordkast aflevering online. En die zijn exclusief te beluisteren via Podimo. Ga ervoor naar podimo.nl/moordkast. Zorg ervoor dat je daar lid van wordt. Want er loopt nu een actie dat je de eerste 3 maanden daar gratis krijgt. Dus als je nu aanmeldt via de link podimo.nl/moordkast kun je profiteren van die eerste 3 maanden gratis. En kun je ook alle andere beschikbare podcasts luisteren daar. Niet alleen naar ons, maar ook nog veel meer true crime. Wat echt mega interessant is om daar te gaan luisteren. Dan even over de zaak van vandaag. Want het is de zaak van Mary Vincent. Of eigenlijk, ja, het is een ingewikkeld verhaal. Ik ga het gewoon op zijn beloop laten en ik ga niet te veel verklappen. Het enige wat ik wel even wil zeggen is dat deze wel heel heftig wordt. Het wordt een grafisch verhaal. Het wordt een heel intens verhaal. Er komt geweld, seksueel geweld, mishandeling en moord in voor. Dus hou er rekening mee dat dit wel echt eventjes een bruggetje verder gaat. Het is daarbij niet mijn bedoeling om de betrokkenen in dit verhaal of wie dan ook te beledigen. Alle informatie die ik jullie geef is info die gevonden is op het internet. Ik heb het gebundeld tot 1 verhaal voor jullie en zal dit brengen. En dan staat mij nog maar 1 ding te doen. We gaan heel snel beginnen met het verhaal. Een nieuwe misdaad en mysterie. Het is september 1978 en een 15-jarige tiener genaamd Mary Vincent is aan het liften in de richting van Californië. Het gaat dus om Mary Vincent. Het is een jonge dame, dus nog maar 15 jaar oud, met een grote bos donkere krullen en ze heeft hele mooie grote bruine ogen. Ze is geboren in 1963 en komt uit een groot gezin. Ze is maar liefst 1 van de 7 kinderen thuis. Dus ze heeft een heleboel broertjes en zusjes. Het zal een roerig huishouden zijn geweest. Mary komt uit Las Vegas. Haar ouders werken ook allebei voor casino's. Hè? Surprise, surprise. Maar Mary is al een tijdje aan het rebelleren. Haar band met haar ouders, dat staat best wel onder druk. Ze is zich best wel aan het afzetten. Ze spijbelt veel, mist uren op school. Dan maakt ze daar weer ruzie over met haar ouders. Je kent het wel. Er ontstond daar best wel wat wrijving thuis. Die ouders gingen er natuurlijk niet heel erg lekker op dat zij constant aan het spijbelen was. Op dat moment is de thuissituatie sowieso best wel ingewikkeld, want haar ouders staan op het punt te gaan scheiden. Of die zijn al net gescheiden tegen die tijd. Ik kon niet precies vinden hoe het zit, maar het komt erop neer dat het daar echt niet helemaal lekker ging. En haar band met haar ouders, het ging allemaal niet zo lekker. Ze had regelmatig grote bonjes. En op een gegeven moment is ze gewoon uit huis gevlucht. Dit deed ze trouwens niet alleen. Ze had destijds een vriend. Laten we zo zeggen. Deze man, was 26 jaar oud. Dus ik weet niet zeker. Iemand van 15 is gewoon een kind. Een man van 26 is niet haar vriend. Dit is een hele gekke verhouding. Laten we het daarop houden. Maar in ieder geval, de dynamiek tussen die twee. Zij noemde het een relatie. Laten we het daarop houden. Maar zij vluchtte gewoon met haar 26 jaar oude vriend weg. Je zou dat op dit punt gewoon ontvoering kunnen noemen. Destijds hadden ze daar toch nog andere ideeën over. Met zijn auto rijden ze zuidwaarts richting Californië. Ze huren onderweg geen hotelkamers. Daar hebben ze het geld niet voor. Maar ze leven echt uit die auto. Die auto is gewoon hun thuisbasis. Lekker avontuurlijk, zou je zeggen. Maar dat avontuur, dat duurt niet heel erg lang. Want haar vriend, die 26-jarige oude creep, die werd opgepakt. Die werd namelijk beschuldigd van het misbruiken van een tienermeisje. Dat verbaast ons dan weer helemaal niks, helaas. Hoe die daar verder vanaf komt, dat weten we niet. We weten alleen dat Mary er vanaf dit punt alleen voor staat. Want ja, die jongen, die man, die wordt ingerekend. Mary moet het nu zelf maar uit gaan zoeken. En dat doet ze liftend, want ze heeft haar vriendje niet meer die voor haar de auto kan besturen. Mary trekt dus verder naar het zuiden van Californië. En eventjes voor de duidelijkheid, ze is al bijna de gehele zomer van huis. Ze heeft als einddoel het plaatsje Corona in haar hoofd. Corona. Nou, dat heeft nu een heel andere betekenis, maar dat is gewoon een plek in Californië. Daar woont namelijk haar opa.
Dat is haar einddoel. Dat is de bestemming die ze wil bereiken. En dat zal ze liftend afleggen. Super gevaarlijk, hè, als je erover nadenkt. Dat je twee ouders hebt die een 15-jarige dochter al super lang niet hebben gezien. Dat zij al die tijd met een 26-jarige gozer heeft rondgehangen. Dat ze er alleen voor staat nu. En liftend naar opa gaat. Dat is, ik vind het super intens. Ze heeft ook echt wel een hele flinke afstand nog te gaan. Ze moet echt nog honderden kilometers liften. Wil ze bij haar opa terechtkomen. Amerika is natuurlijk onwijs groot. Maar beeld je dat even in. Ik mocht op mijn 15e niet eens de trein nemen naar Utrecht. Een kleine vergelijking. Tijdens die tocht naar haar opa verblijft ze nog eventjes bij een oom van haar. Om vervolgens liftend door te trekken. En zo ook op 29 september 1978. Ze staat langs de weg met nog twee andere lifters. En ze houdt een bordje omhoog met heading south. Dus dat ze naar het zuiden moet. En daar heeft ze succes mee, want er stopt een blauw busje recht voor de neus. En ze mag met hem meerijden. De bestuurder, dat lijkt een vriendelijke, ja, iets wat oudere man. Hij vertelt dat hij eigenlijk naar de staat Nevada wil. Waar dus ook Las Vegas ligt. Nou, daar wil Mary dus helemaal niet heen. Maar hij zegt dat hij Mary wel een lift wil geven richting Los Angeles. Mary neemt de lift met liefde aan, maar er ging nog wel wat aan vooraf. Want we hebben natuurlijk nog die twee andere lifters langs de weg. Deze man had een hele blauwe bus beschikbaar, maar die andere twee lifters konden niet mee. Hij wilde specifiek en alleen Mary in zijn bus hebben. Die andere twee, die moesten het maar even uitzoeken. En dat is natuurlijk dubieus. En dat vonden de andere twee lifters ook. Die zeggen van, joh Mary, ik denk dat je deze lift maar even moet overslaan. Want het voelt aan alle kanten een beetje sketchy. Het is raar, waarom kunnen wij niet mee? En daar hebben ze natuurlijk gelijk in. Maar Mary Vincent is een jonge bloem van 15. En die hersenen zijn nog niet ontwikkeld. En zij ziet het gevaar er niet zo van in. Ten slotte is ze super moe van de reis die ze al heeft moeten afleggen. Ze is het liften zelfs wel een beetje zat. Dus het feit dat ze kan meerijden met deze man, dat vindt ze gewoon echt een verademing. Dus zij besluit gewoon in te stappen. De bestuurder is een 50-jarige man genaamd Lawrence Singleton. Het is een man die heeft gewerkt in de handelsvaart. En Lawrence heeft nogal een uitgeleefd gezicht, of nou ja, doorleefd hoofd. Hij heeft best wel een ruig uiterlijk, veel rimpels. Als je het mij vraagt, ziet hij er vele malen ouder uit dan 50. Als je zou zeggen dat hij 70 was, had ik het ook geloofd. Ja, het is echt een oude zeebonk. Hè? Vroeger op boten gewerkt. Dat wat hij ook in zijn leven heeft meegemaakt, dat valt aan hem af te lezen. Hij heeft ook grote inhammen in zijn donkere kapsel. Zijn haar krult lichtjes. En hij heeft grote ogen en mondhoeken die een beetje naar beneden staan. Hij heeft een beetje een droopy gezicht. Verder draagt hij een blauw overal met een enorme... Nou ja, je zou het wel een bierbuik kunnen noemen. Het is een beetje zo'n bolle buik eronder die er vandaan komt. Als je foto's van hem ziet, dan staan zijn wenkbrauwen ook een beetje, ja, gepositioneerd. Alsof hij best wel zelf ingenomen is. Een beetje arrogant kijkt hij. Maar wat vooral opvalt, is zijn grote neus. Hij heeft een beetje dezelfde neus als die van Johnny Cash. Mocht je die kennen, nou ja. Het is een typerende neus. Groot, volop aanwezig. Laten we het zo zeggen. Ja, en Mary die heeft ook zoiets van, goh, deze man doet me een beetje denken aan mijn eigen oude opaatje. Eigenlijk een beetje net zo'n schattige man. En ze ziet het kwaad er niet van in. Dus na het accepteren van de lift stapt Mary in zijn bus. En volgens een bron, ik las dat ze nog eventjes een stop hebben gemaakt bij deze man thuis. Wat ze daar precies hebben gedaan, dat weet ik niet. Misschien moesten ze iets ophalen. Het is niet duidelijk. Ze zijn in ieder geval daarna snel weer verder gegaan met de busrit. Als ze een tijdje onderweg zijn, steekt Mary op een gegeven moment een sigaret op. Als Mary dus aan het roken is, moest ze een soort van hoesten of in ieder geval niezen. Het slaat op haar luchtwegen. En wat er dan gebeurt, dat is nogal dubieus. Lawrence raakt namelijk zomaar de nek aan van het 15-jarige meisje. Het is een soort tastende beweging en hij vraagt van, goh, ben je misschien een beetje ziek, meisje? Hij checkt of Mary warm aanvoelt en voor haar is dit een teken van, blijf van me af. Dus dat is ook wat ze doet. Ze krabbelt wat naar achter, ze wendt die hand van zich af,
En zij vindt het gewoon heel vervelend dat hij haar aanraakt. En dat, volgens mij heeft hij dat ook echt wel gemerkt. Maar ja, goor. Gewoon super goor. 50-jarige man die een soort van aan het nekkie zit van een 15-jarige. Ik vind het... Ik zou denk ik direct die portier open hebben gegooid en eruit hebben gesprongen. Gadver. Het is zo... Ik krijg er de creeps van. Heel erg. Maar Mary, die zet het op een gegeven moment van zich af. Ze besluit een dutje te gaan doen en valt in het busje in slaap. Maar schrikt op een gegeven moment wakker en ziet met haar slaperige ogen het bord langs de weg. En ziet dat ze totaal de andere kant op zijn gegaan. Ze rijden niet richting Corona, maar ze rijdt er juist van weg. We weten dat hij richting Nevada wilde. Dat is ook precies de kant die hij opging. Dus ja, dit is natuurlijk echt creepy, want hij heeft haar gewoon beloofd om naar Los Angeles te rijden. Dit was niet de afspraak. Dus Mary ruikt op dit punt echt onraad. Dit is niet fijn. Dus ze kijkt een beetje om zich heen, om te kijken of er iets is waar ze die man mee kan bedreigen. Het is best wel een pittige tand, hè, als je dat zo hoort. Best wel wat vuur in zich. En ze ziet dan een soort langwerpig, puntig stokje. Ik weet niet waar het voor was. Volgens mij een soort meetobject, om iets te meten. Maar het was scherp. En zij ziet dit als een kans om hem daarmee te bedreigen. Dus ze pakt dat stokje, ze bedreigt Lawrence hiermee. En hij moet van haar de auto nu omkeren, anders doet ze hem wat. En zijn reactie is echt, nou ja, je zou het niet verwachten, maar hij blijft heel kalm en heel relaxed. Hij wordt niet boos. Hij zegt eigenlijk van, god, dit was een foutje van mij. Ik ben toch maar gewoon een oude man en sorry, maar 50 is helemaal niet zo oud. Maar hij zegt, foutje bedankt. Hij zou zijn auto omkeren en ze zouden hun weg weer vervolgen. Dat had ze denk ik ook niet helemaal verwacht dat het zo zou gaan. Maar ze kalmeert weer een beetje. Toch blijft ze een gek onderbuikgevoel hebben, want dit alles op een hoop, het is vreemd. Ze voelt aan haar water dat er iets niet helemaal klopt. Maar ze is gewoon erg goed van vertrouwen en nog steeds denkt ze, ik kan hem wel aan. Als hij mij iets aan wil doen, ik ben sneller, ik ben sterker en ik tackle die man waar die bij staat. De twee rijden dus ondertussen weer door, nu inmiddels de juiste richting op, richting Los Angeles. En na een hele lange tijd op de weg geeft Lawrence Singleton aan dat hij nodig moet. Hij moet eventjes gaan plassen. En dat doet hij buiten, hè? Zelfs heel veel mannen dat kunnen doen. Stapt hij de auto uit om het even te laten lopen. Dat doet hij trouwens niet bij een tankstation, maar echt in een hele wijde omgeving. Het is uitgestrekt, het is een beetje, woestijnachtig. Nou, Mary stapt ook uit om eventjes de benen te strekken. Het is altijd wel lekker als je lang hebt gezeten, dat je toch eventjes opstaat. We kennen dat gevoel allemaal wel, dat je een beetje stijf voelt in je benen. Dat je gewoon eventjes een wandelingetje maakt. Maar als ze eenmaal buiten staat, kruipt daar ineens een onbehagelijk gevoel. Ze wordt zelfs een beetje angstig. Het is donker buiten, het is een wijd uitgestrekte omgeving. Als hier nu iets zou gebeuren, zou niemand haar horen. En dat geeft haar gewoon een heel onbehagelijk naar gevoel. Ze voelt zich ineens ontzettend onveilig. En als ze zou willen vluchten, scant de omgeving een beetje en zichzelf. En dan ziet ze, goh, mijn veter zit los. Dus als ik zou willen vluchten, moet die wel even vastgemaakt worden. Want kan ik in ieder geval rennen als dat moet, als het nodig is. Dus het meisje bukt voorover om haar veter vast te maken. Maar dan slaat het noodlot toe. Dat gekke gevoel wat haar bekroop, dat was haar intuïtie. En haar intuïtie zat hartstikke goed. Misschien wel voor het eerst in dit verhaal. Ze wordt namelijk vanuit het niets op haar achterhoofd geslagen met een moker. Met een enorme hamer. Door Lawrence Singleton. Dus vanuit het niets, van achter, krijgt ze een enorme klap op het hoofd. En het meisje raakt buiten bewustzijn. Lawrence sleept haar naar de achterkant van zijn busje. Hij bindt haar handen achter haar rug vast en scheurt haar kleren van haar lijf. Het is echt verschrikkelijk. Ja, hij begint van alles met het meisje te doen waar je niet aan wil denken. Dit gaat heel ver. Ik ga niet in details treden, want ik vind het walgelijk. Als ik foto's van die man zie, mijn huid, het krult gewoon op. Wat vind ik dit verschrikkelijk. Dit meisje is nog maar een kind en we hebben hier te maken met een zeer seksueel sadistische pedofiel. Zo kunnen we hem absoluut noemen. Dat wat hij met haar doet, dat gaat echt eventjes
Een hele, hele, hele grote grens over. Dit haal je niet in je hoofd. Terwijl deze man met haar bezig is, bedreigt hij het meisje ook. Dat als zij geluid zou maken of zou schreeuwen om hulp, dat hij haar dreigt te vermoorden. Dus ze is ontzettend bang. Ze is angstig. Ja, ze heeft het idee dat dit gewoon haar laatste uren zijn in haar leven. In ieder geval, het meisje is dus na die klap op het hoofd inmiddels bijgekomen. Alles wat deze viespeuk met haar doet, dat maakt ze dus ook bewust mee. Op een gegeven moment besluit Lawrence verder te rijden met de auto. Hij staakt deze aanval even voor een moment en rijdt dan richting een afgelegen canyon, een natuurgebied. Het is een vallei en daar in die buurt, in die vallei, parkeert hij zijn busje om verder te gaan waarmee hij bezig was. Dit canyongebied, dit specifieke gebied, heet de Del Puerto Canyon. En dat is nog steeds in de staat Californië. Nou, wederom dwingt hij het meisje echt tot de meest verschrikkelijke dingen. Het gaat zelfs zo ver dat Mary hem bijna smeekt haar te vermoorden. Je kunt het je niet voorstellen als je foto van hem ziet. En dan met een meisje van 15, wat hij haar allemaal aandoet. Het is zo smerig. Het is... Oh, nou, ik heb best wel veel details gelezen. Ik kies ervoor om ze zowel hier als in de podcast niet te delen, omdat het gewoon ook geen waarde heeft. Ik probeer het globaal te beschrijven, want dit wil je gewoon niet. Dit wil je niet weten, we hoeven het ook niet te weten. Je kunt je voorstellen wat deze man voor verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Het is echt een marteling geweest. Nogmaals, het is een seksuele sadistische pedofiel. Op een gegeven moment, Lawrence haalt een jerrycan, of in ieder geval iets, nou ja, een grote gallon met drank. En waarschijnlijk heeft er ook nog iets anders in gezeten. En waarschijnlijk om het meisje te kalmeren, heeft hij haar dit gegeven en moest zij dit opdrinken. Wat er ook in heeft gezeten, Mary raakt ervan bewusteloos. Chloroform, GHB, ik weet niet wat ze in die tijd hadden, maar ik zou me zoiets kunnen voorstellen dat er ook nog een mix van verdovende middelen in heeft gezeten. Mary wordt in ieder geval even later weer wakker. En op dat moment wordt ze door Lawrence versleept. Ze ligt buiten. Hij trekt haar aan haar benen. Ongeveer inmiddels 50 meter van het busje af. Het natuurgebied in. Even voor de duidelijkheid. Er is al een hele nacht aan voorbij gegaan. Hè? Aan martelingen. Misbruik. Vreselijke dingen die hij haar dwingt te doen. Er is al een hele nacht aan voorbij. En hij herhaalt constant wat hij aan het doen is. Dus deze meid is al door een hel gegaan en ineens sleept hij jou de wildernis in. Wat is hij van plan? Ze weet één ding en dat is dat deze man een zieke geest heeft. Dus hij zal vast en zeker vreselijke plannen voor haar in petto hebben. Op een gegeven moment stopt hij met slepen en Mary ligt langs een weg. En dat ligt recht langs een klif. Dus een afdaling waar ze echt niet vanaf wil vallen, want het is best wel hoog. Het meisje smeekt de man, en dat doet ze eigenlijk constant door de aanval heen, om haar te laten gaan. Laat me alsjeblieft vrij. Ik zal niks tegen iemand zeggen. Ik laat je met rust en dan hebben we het er niet meer over. Maar laat me alsjeblieft vrij. Dat zijn haar woorden geweest. Dit meisje moet echt door een hel zijn gegaan. En dan het beest wat hij is, vraagt hij haar: wil je echt vrij zijn? Dan zal ik dat voor je regelen. Ik ga jou bevrijden. Dat heeft hij letterlijk tegen het meisje gezegd. En daarmee bedoelde hij helaas niet dat hij haar zou laten gaan. Dat je ook zoiets kan zeggen tegen zo'n meisje die echt ten einde raad is. En dan dat je dit gaat doen wat je nu gaat doen. Nou, Oké, hou je vast. Lawrence die draait zich om naar zijn gereedschapskist en haalt daar een bel uit. Het meisje grijpt Lawrence op dit punt vast. Ja, ze is vast en zeker ontzettend bang voor wat hij gaat doen. Maar ze was ook heel bang dat zij van die klif zou vallen. Dus ze grijpt zich eigenlijk angstig vast om niet daarvan af te rollen. Dus daar staat Lawrence met die bel in zijn hand. En dan pakt hij de linkerarmbeet van Mary. En met een zwaai, met die bel, hakt hij zo door die linkerarm van haar heen. In één keer ligt de arm van Mary eraf. Ik weet het, het is echt enorm grafisch. Maar dit is wat het is. Dit is wat er is gebeurd. Je zou denken, dit komt rechtstreeks uit een horrorfilm. Maar dit is waar gebeurd. Mary die weet echt niet wat haar overkomt. Ze voelt een hele scherpe pijn.
Maar ze heeft in eerste instantie nog niet heel erg door wat er gebeurt. Dus het ene moment heeft ze hem vast. Het andere moment valt ze naar achter. Terwijl zij het gevoel heeft dat ze helemaal niet heeft losgelaten. Voor haar gevoel had ze die man nog vast en ineens valt ze naar achter. Maar haar arm is natuurlijk afgehakt. Zo intens. Op een gegeven moment realiseert ze zich het. Dan kijkt ze naar de arm en ziet ze dat er niks meer zit. Echt vanaf haar elleboog mist haar hele arm. Maar goed, Lawrence, sadist dat hij is, hij laat het hier niet bij. Hij is nog niet klaar. Hij pakt de rechterarm van het meisje. Mary heeft hem trouwens nog steeds beet met haar rechterarm. Ze begint dan als een gek te schreeuwen, te spartelen, te trappen. Alles wat ze kan doen om dit te kunnen voorkomen, dat probeert ze. Maar Lawrence hakt ook de rechterarm van Mary Vincent eraf. Het duurt een stuk langer dan de linkerarm. Ze trapte natuurlijk zo wild om zich heen en ze heeft zich zo hevig verzet. Het ging een stuk moeizamer, maar goed, Lawrence die blijft hakken totdat ook de rechterarm loslaat. Je kunt je het gewoon zo gek niet bedenken, maar het enige wat Lawrence Singleton zegt is: zo, nu ben je vrij. Nu ben je vrij. Mary ligt dus op dit punt echt super toegetakeld langs die weg, langs die klif ook. En hij begint haar lichaam te verslepen. Hij gooit haar over die rand van die klif. Dat is echt een enorme val geweest. Daarmee breekt ze ook een aantal van haar ribben. Het is namelijk een hoogte van zo'n 9 meter. Ja, kijk maar eens naar een flatgebouw. 9 meter is echt intens hoog. Volgens mij is dat vanaf mijn hoogste verdieping naar beneden. Nou ja, dat is een godswonder als je dat overleeft. Laat staan met wat zij zojuist heeft meegemaakt. Bijna aan het doodbloeden is. Lawrence loopt het meisje daarna achterna en stopt haar daar ook nog eens onder in een betonnen duiker. Het is een soort rioleringsafvoer. Daar heeft hij haar verstopt en voor dood achtergelaten in de hoop dat zij daar dood zou bloeden. Het is echt ongelooflijk. Mary is ook buiten bewustzijn op dit punt. Ze heeft een harde klap gemaakt. Ze verliest enorm veel bloed. Je zou je ook niet kunnen voorstellen dat iemand dit ook maar overleeft of de kans heeft om dit te overleven. Maar dan zit je toch mooi fout. Mary, die komt namelijk bij. En ze leeft gewoon nog. Ze is natuurlijk enorm toegetakeld. Ze heeft haar armen niet meer. Dus ja, ze kan niet goed bewegen. Ze is heel zwak. Ze heeft geen kleren aan. Zit onder het bloed. Ligt onderaan een klif zonder haar twee armen. En dan vindt ze een manier om gedeeltelijk het bloed te stelpen. Er ligt namelijk best wel wat vuil op de grond. Een soort modderige substantie. En haar ellebogen, die rolt ze daarin. Wonder boven wonder. Stelpt dat dus echt wel het bloeden? Dat heeft ze zich gewoon echt heel goed bedacht. Ik dacht er nog over na, van zou ze dit bewust hebben gedaan? Ik denk het wel. Misschien heeft ze gaandeweg wel gemerkt van, dit werkt. Dat ze haar ellebogen daar verder in heeft laten zakken. Door dat te doen, is ze dus uit die klif gekomen. Ze heeft er volgens mij een hele dag over gedaan om die 9 meter te kunnen bereiken. Dus eerst die pijp, die duiker heeft ze door moeten gaan en daar die 9 meter omhoog. Het is echt een godswonder hoe sterk deze vrouw is. Nu is het natuurlijk zaak dat zij zo snel mogelijk de hulp krijgt die ze nodig heeft, want ze zal niet veel bloed meer in haar lijf hebben. Het zal ongetwijfeld gaan ontsteken, want ik kan me voorstellen dat de hele situatie waarin ze zich begeeft en dat vuil in haar wonden, dat ook gewoon hartstikke dodelijk kan zijn. Dus de tijd dringt en het is pikdonker buiten. Dus hoe gaat ze dit doen? Midden in de nacht loopt ze dus maar liefst 5 kilometer in deze toestand om bij de dichtstbijzijnde weg te kunnen komen. En daar wacht ze totdat er een auto langskomt of iets dergelijks. En die auto komt langs, maar ze stoppen niet voor haar. Dit is natuurlijk ontzettend kwalijk, maar ik kan me ook wel indenken dat je niet weet wat je ziet. Hè? Een naakt meisje zonder armen, helemaal bebloed en modder. Dat je bijna denkt van, goh, is dit wel echt? Is dit een slechte horrorfilm waar ik in ben beland? Ik kan me ook wel voorstellen dat je super angstig bent als je zoiets tegenkomt. Maar oh mijn god, je laat dat kind toch niet staan. Het gebeurde. Wonder boven wonder komt er een tweede koppel langs rijden die daar eigenlijk helemaal niet hoorden. Ze waren afgedwaald, ze waren van de weg geraakt. En deze route hadden ze helemaal niet moeten nemen. Gelukkig hebben ze niet de juiste weg gekozen. Want Mary kwam op hun pad en zij waren er wel toe bereid om haar te helpen.
Ze nemen haar mee in de auto. Ze zoeken een dichtstbijzijnde telefoon die ze kunnen bereiken om haar zo snel mogelijk in het ziekenhuis te krijgen. Het is natuurlijk de jaren 70, mobieltjes bestonden niet. Dus je zou naar een telefooncel moeten rijden of naar het dichtstbijzijnde huis of een café om iemand te spreken te krijgen. Ik las dat ze achter in de auto daar met wat lakens haar wonden nog extra heeft kunnen verbinden. En uiteindelijk wordt ze naar het ziekenhuis gebracht. Er was echt een hele zware operatie nodig om haar te kunnen redden. Er moesten zelfs delen uit haar been worden gehaald om ervoor te zorgen dat ze een van haar armen niet helemaal kwijt zou raken. Want ze waren natuurlijk vanaf de elleboog afgehakt. Uiteindelijk ligt ze maar liefst een maand in het ziekenhuis. Maar jongens, wonder boven wonder. En wat fijn, ze heeft het overleefd. En ze is uiteindelijk uit die kritieke toestand gekomen. En ze is er gewoon weer. Maar ze zal nooit meer de oude worden. Daarna is het tijd voor haar herstel. Mary heeft armprotheses gekregen. En je ziet haar ook op elke foto met twee van die haakjes. Hoe zou dat zijn? Je bent ineens allebei je armen kwijt. Dat wat ze heeft mee moeten maken met die verschrikkelijke vieze vent. Het is enorm traumatisch geweest. Maar Mary krijgt alle hulp die ze daar te bieden hebben. Psychische hulp. Jeetje, het is zo intens wat haar overkomen is. Buiten het feit omdat ze haar armen kwijt is, is ze ontvoerd, misbruikt, mishandeld, gedrogeerd en in de klif gegooid en voor dood achtergelaten. Mary krijgt in ieder geval hele intensieve therapiesessies voor haar geestelijke gesteldheid. Dan nog even terug naar Lawrence, hè, de aanvaller. Deze viespeuk die haar dit alles heeft aangedaan. Hij is uiteraard niet vrij uitgegaan. Al ging hij daar waarschijnlijk wel vanuit toen hij Mary daarvoor dood achterliet. Wat moet hij gedacht hebben toen hij hoorde dat het meisje het heeft overleefd? Mary kan op een gegeven moment een perfecte beschrijving geven van hoe haar aanvaller eruit heeft gezien. Ze kende zijn naam niet. Ze wordt een hele nauwkeurige compositieschets gemaakt die precies op Lawrence Singleton lijkt. Het is zijn eigen buurman of buurvrouw, in ieder geval een buurtbewoner, die Lawrence herkent en hem aangeeft bij de politie. Vervolgens moet Lawrence voorkomen. Dat gebeurt in maart van het jaar 1979. En hoe dapper Mary ook is, ze vecht keihard terug om deze man erbij te lappen. Ze gaat namelijk het getuigenbankje in en dan ben je dapper hoor. Nou, alles wat je hebt meegemaakt, alle details moet je herleven. Alles wordt benoemd, is voor iedereen te horen. Nou, dat lijkt me dus ook gewoon echt. Ze is nog steeds minderjarig, hè? We hebben het over een kind. Zo intens heftig. Erg is er een moment geweest wat heel traumatisch was voor Mary. Hun paden kruisten. En Lawrence, die was slechts een paar centimeter van het meisje af. En hij schijnt iets gefluisterd te hebben in de trant van: als ik hier uitkom, dan ben jij de eerste die ik afmaak. Ik zal mijn werk voortzetten, al kost het de rest van mijn leven. Ja, dit is natuurlijk zo extreem, hè, dat je... Ik snap ook niet dat ze dit toelaten. Dat ze zo gek, zo dicht bij dat meisje laten. Waarom is daar geen toezicht op geweest? Ik word daar boos van. Kan je dat kind aandoen? Nou, deze man probeert zijn eigen hachje nog te redden en beweert onschuldig te zijn. Hij beweert dat Mary Vincent een sekswerker was, zich zo profileerde, en dat twee smerige lifters haar dit zouden hebben aangedaan, dat hij er niks mee te maken had. Maar de rechter gaat hier niet in mee. En Lawrence wordt schuldig bevonden aan de poging tot moord, het gebruiken van een wapen, het toebrengen van ernstige verwondingen, verkrachting, sodomie, ontvoering en verminking. Een hele lange lijst. Er wordt genoeg bewijs gevonden, bijvoorbeeld sigarettenpeuken bij Lawrence thuis. We weten dat, nou ja, tijdens dat ritje, aan het begin van die rit, dat Lawrence Mary mee heeft genomen naar zijn huis voor een moment. We weten niet precies waarom, om iets op te halen of whatever. Ze hebben in ieder geval daar een stop gemaakt en daar werden sigarettenpeuken gevonden van Mary. Dus ja, er was zoveel bewijs. En je hebt natuurlijk een getuige, hè? Een overlevende die dit gewoon heeft meegemaakt en kan navertellen. Dat maken we ook niet vaak mee. Ook werden er verbrande kledingstukken gevonden van Mary bij Lawrence thuis. Dat zegt natuurlijk ook een hoop. Als jij onschuldig bent, het is bewijsmateriaal, waarom zou je dat vernietigen? In zijn huis in Nevada heeft hij zijn auto geheel diep gereinigd. En dat deed hij samen met zijn buurman.
Ik weet niet of dit de buurman is die hem ook heeft aangegeven, maar goed, het zou kunnen, hè? Maar hij heeft de vloerbedekking uit zijn busje gehaald. Die heeft hij grondig gereinigd. Dat is natuurlijk best wel verdacht gezien alle omstandigheden. Het schijnt ook nog zo te zijn dat Lawrence kort hierna nog een zelfmoordpoging heeft gedaan met slaappillen. En ook dit wordt gezien als bewijs. Deed hij dit misschien uit schuldgevoel? Het is indirect bewijs, maar heb je geen zin om de bak in te draaien? Waarom zou je dat doen? Maar gelukkig, het recht zal zegen vieren. Of althans, het is mosterd na de maaltijd, want Lawrence krijgt 14 jaar opgelegd. Maar blijkbaar was het destijds in die staat het hoogst mogelijk wat hij kon krijgen voor deze daad. De rechter heeft nog wel gezegd, als het kon, had ik je veel langer opgelegd. Maar de wet liet dat helaas niet toe. Dus dat betekent dat hij 14 jaar zou zitten en weer zou vrijkomen. Hoe zou dat voor dit meisje zijn? Dan is ze tegen de 30 en dan komt dit monster, komt gewoon vrij. En je weet wat hij in haar oor heeft gefluisterd. Zij is doodsbang dat hij ooit haar achterna komt om het werk af te maken. Nou, we kijken even naar het verleden van deze man, Lawrence Singleton. Hoe is hij zo'n monster geworden? Nou, ik vond niet genoeg over zijn verleden om daar iets, nou ja, meer duidelijkheid over te krijgen. Hij werd namelijk geboren op 28 juli 1927. En van die tijd is er weinig bekend. Het enige wat ik weet is dat hij in het leger heeft gezeten. Dat hij mee heeft gevochten in de Tweede Wereldoorlog en in Korea. En dat hij best wel verschrikkelijke dingen heeft gezien. Daarna werkte hij dus in de vaart, hè, de vaarthandel. En daarvoor is hij de hele wereld over gereisd. Hij is 2 keer in zijn leven getrouwd. En in ieder geval komt uit die huwelijken telkens naar voren dat hij best wel een haat voor vrouwen heeft gecreëerd. Hij is constant dronken, constant agressief. Hij scheldt ze uit, heeft ook vrouwen mishandeld in het verleden. En uit zijn eerste huwelijk heeft hij zelfs een dochter gekregen. Die dochter die heeft op een gegeven moment al het contact verbroken omdat het zo'n agressieve, vervelende man was. Deze man heeft schijnbaar ook geweld toegepast richting zijn eigen dochter. Dus het is gewoon echt een hele nare, gore, vieze vent, die Lawrence. Het is gewoon een hele boze man. Hij is gewoon boos. Boos op vrouwen, boos op de hele wereld. En als hij drinkt, versterkt dat alleen maar. Het is een hele slechte, zeg maar, dodelijke combinatie. Nou, hij gaat dus voor 14 jaar de bak in. Hij zit in de San Quentin gevangenis. In ieder geval in San Francisco zit hij in de gevangenis. Maar hij komt dus na 8 jaar al vrij. 8 jaar. Op 25 april 1987 komt hij na 8 jaar vrij. Wegens goed gedrag. Schijnbaar was er een systeem dat als jij werkte in die gevangenis, dat je vervolgd kon vrijkomen. En deze man werkte elke dag in het onderwijs. Hij onderwees medegedetineerden. Hij was een soort lerarenassistent. En ja, daarom kon hij veel eerder vrijkomen dan de bedoeling was. In die tussentijd heeft hij zelfs Mary willen aanklagen, omdat zij hem zou hebben mishandeld en hebben bedreigd met die scherpe stok. Maar die rechtszaak die kwam gelukkig niet van de grond. Gelukkig, hè, dat zou ook echt absurd zijn. Deze vrouw heeft geen armen meer. Wat wil je doen? We weten allemaal wat hij gedaan heeft. Ik bedoel, dan ga je haar nog voor het gerecht proberen te slepen? Ben je helemaal gek in je hoofd? Ja, dat is die zeker. Voor Mary is het natuurlijk een regelrechte nachtmerrie, hè, dat hij na 8 jaar vrijkomt. Moet je nagaan, ze is zelf dan 23, 24 jaar oud. Deze freak, die komt ineens vrij. Hij heeft beloofd dat hij het werk zou afmaken als hij vrij zou komen. Al was het het laatste wat hij zou doen in zijn leven. Dus zij is natuurlijk doodsbang dat hij achter haar aan zou komen. Ze duikt een soort van onder, hè. Ze verhuist zelfs op een gegeven moment. Ze laat bijna niemand los waar ze precies woont. Ze is daar heel, heel geheimzinnig over tegen al haar naasten. Puur uit angst dat hij haar opzoekt, martelt en vermoordt. En Mary raakt daardoor alleen maar steeds meer geïsoleerd. Ze raakt depressief, ze ontwikkelt zelfs een eetstoornis. Ik hoorde dat ze op een gegeven moment zo ontzettend veel kilo's kwijtraakte dat het gevaarlijk voor haar werd. En Lawrence is weer vrij, maar bedenk je wel even dat Mary zich bevindt in een soort denkbeeldige gevangenis. Zij zal zich allesbehalve vrij voelen als hij de gevangenis uit is. Ze gaat dus mentaal echt door het slop. Ze houdt zich schuil. Ze doet er alles aan om anoniem te blijven. En ondertussen is Lawrence in Californië op zoek naar een woonplek. Hij wordt voorwaardelijk vrijgelaten.
in Contra Costa County. Dat is een plaatsje daar in die staat, Californië. Maar niemand wil Lawrence Singleton als persoon in hun buurt hebben. No shit. Surprise. Ja, wie wil dat wel? Er wordt gewoon echt een soort actie tegengevoerd dat hij daar in die buurt komt wonen. Niemand wil die man ergens hebben. Daarom gaat hij noodgedwongen in een trailer wonen. Op het terrein van de gevangenis waar hij net uit is gekomen. Oh, dat vind ik dus wel echt goede karma, maar nog steeds niet goed genoeg. Ik heb er beelden bij van wat ik bij hem wil afhakken. Hier verblijft Lawrence maar liefst een jaar in die trailer. Tot zijn voorwaardelijke straf voorbij is. En dat is op 25 april 1988. En dan vertrekt hij naar Florida. Echt compleet in stilte. Daar komt hij ook oorspronkelijk vandaan. En ik las dat hij in 1990 nog werd aangehouden voor diefstal. Voor een wegwerpcamera van $10. En een hoedje van $3. Echt. Dus voor spullen ter waarde van $13. Ja, heel dom. De rechter die zet hem daar letterlijk 2 maanden voor vast. Hij werkt zich wederom in de nest. Het zijn kleine vergrijpjes. Maar ja, dan is het eind jaren 90. Er gaan heel wat jaren voorbij. En ik zou willen dat ik kon vertellen dat het een chagrijnige oude man wordt. Die af en toe eens naar de fles grijpt, maar meer ook niet. Maar het verhaal gaat helaas door. Het is hiermee nog niet voorbij. Dit gedeelte van het verhaal start bij de 31-jarige Roxanne Hayes. Het is een moeder van 3 kinderen. En in het verleden, in haar jeugd, heeft ze het absoluut niet makkelijk gehad. Ze heeft op erg jonge leeftijd en een hele lange periode ook te maken gehad met misbruik en mishandelingen. En verloor haar moeder in haar tienerjaren. Allemaal traumatische ervaringen voor haar. Ze kwam al heel vroeg op straat terecht. Is gaan werken als sekswerker. Raakte verslaafd aan verdovende middelen. Nou ja, door het middel van sekswerk kon ze dus haar verslaving ook bekostigen. Maar die vrouw was heel erg afhankelijk van middelen. Een heel moeilijk leven voor haar geweest. Ze heeft het zwaar gehad. Het is dan 19 februari 1997. En dan wordt Roxanne Hayes opgepikt. Door niemand minder dan Lawrence Singleton. Zij gaat met hem mee naar huis. Om, ja, sekswerk te verrichten. Op een gegeven moment worden de buren van Lawrence opgeschrikt door heftige schreeuw, gegil en harde geluiden. En ze besluiten het alarmnummer te bellen. Zij komen al snel ter plaatse, maar helaas is het voor Roxanne Hayes te laat. De diensten komen aan bij het huis. Ze zien Lawrence, hij is helemaal bebloed. En naast hem ligt Roxanne Hayes. Ze ligt op de grond, vol met steekwonden. Ze zit van top tot teen onder het bloed en zij is vermoord. De vrouw is maar liefst 7 keer gestoken, onder andere in het gezicht, in haar buik en in haar borst. En Roxanne was natuurlijk veel meer dan een sekswerker. Ze was ook een moeder van 3 kinderen. Ze had inmiddels 3 kindjes gekregen. Ze is een vrouw met een familie. Ze deed er alles aan om haar kinderen zo goed mogelijk een jeugd te geven. Ondanks dat ze sekswerk deed, was dat dan ook het geld wat ze echt zoveel mogelijk gaf en stak in haar kinderen. En die krijgen nu hun moeder nooit meer terug. Het was een vrouw met problemen, maar wel met een gouden hartje. En dit alles verwoest door zo'n eikel als Lawrence Singleton. Roxanne had destijds ook een vriend en die omschrijft haar echt als een heel liefhebbend persoon. Maar ook iemand met hele erge problemen. Ze was verslaafd, heel erg vermagerd door de jaren heen. Lawrence die moet natuurlijk weer voorkomen, want het is wel duidelijk dat hij de dader is. Ik bedoel, hij werd gewoon nog net niet op heterdaad betrapt. En 3 keer raden wie tegen hem zal getuigen. Mary Vincent getuigt nogmaals tegen deze man om hem eeuwig achter slot en grendel te krijgen. Mary is inmiddels wel een volwassen vrouw, hè? Maar zij wil de stem vormen die Roxanne is afgenomen. Zij wil kosten wat het kost dat deze man de doodstraf krijgt. Mary vertelt in de rechtszaal wat haar is aangedaan, waartoe deze man in staat is, om de jury en de rechter ervan te overtuigen dat hij de hoogst mogelijke straf moet krijgen. Maar Lawrence die weet de boel weer precies te verdraaien. Hij zegt dat hij Roxanne al een tijdje kende en dat hij haar $20 zou betalen voor sekswerk wat zij zou verrichten. Hij doet nog even zielig, hij was depressief, verslaafd aan drank. En ja, alles wat hij deed was een sekswerker inhuren omdat hij eenzaam was.
Nou, de daad was verricht. Lawrence zou Roxanne nog $10 hebben gegeven voor de taxi naar huis. En ze zouden allebei op dat punt nog naakt zijn geweest. Zo beweert Lawrence. Toen greep Roxanne ineens naar zijn portemonnee. En daar ging het totaal mis. Roxanne zou toen een mes van de tafel hebben gegrist. Die daar nog lag, omdat Lawrence daar toevallig nog net groente mee had gesneden. En toen ontstond er een worsteling tussen de twee, waarbij Roxanne zichzelf zou hebben gestoken. Per ongeluk in de worsteling, 7 keer. Dit zou de vrouw pas hebben gemerkt toen ze aan het sterven was, volgens Lawrence. Nou, dat merk je natuurlijk niet. Ja, zo ongeloofwaardig als dit klinkt, zo ongeloofwaardig komt het over. Hij heeft natuurlijk geen poot om op te staan, hè, jongens. Je kan zeggen wat je wil, maar hier kom je echt niet zo makkelijk mee weg. En als je kijkt naar het lugubere verleden van deze Lawrence Singleton, kun je donderop zeggen dat dit met opzet heeft plaatsgevonden. Het zegt ook genoeg over zijn geweten of het gebrek aan. Hè? Die man heeft totaal geen geweten. Totaal niet. Gelukkig is de rechter het ermee eens dat het een totaal ongeloofwaardig verhaal is. In februari 1998 wordt hij dan ook schuldig bevonden voor de moord op Roxanne Hayes. Er moet dan alleen nog een straf worden bepaald. Op 14 april van datzelfde jaar wordt naar buiten gebracht wat die straf zal worden. En het is gelukkig waar Mary op heeft gehoopt. Lawrence wordt ter dood veroordeeld. Klinkt best wel heftig, omdat de doodstraf, weet je, daar hebben heel veel mensen verschillende meningen over. Maar wat snap ik goed dat Mary Vincent voor zijn dood gewoon geen rust heeft in haar donder, hè? Nou, alles wat er met haar is gebeurd, alles wat hij tegen haar heeft gezegd, alles wat haar is overkomen en ook met die bedreiging die hij heeft gemaakt. Dan nu ook nog iemand vermoord. Wat zal het een opluchting zijn geweest dat deze straf eindelijk wordt opgelegd. Het ding is alleen dat de doodstraf nooit tot uitvoering is gekomen. Na 3 jaar in de gevangenis overlijdt Lawrence namelijk zelf. Hij kreeg namelijk de ziekte kanker. Hij overleed op 28 december van het jaar 2001. Hij is 74 jaar geworden. Het is een schrale troost, want je zou willen dat zo'n man wegrot in de cel. Maar hij is in ieder geval dood. Dat brengt Mary echt onwijs veel rust. Ze hoeft niet meer te strijden. Ze hoeft nooit meer bang te zijn dat hij vrijkomt en achter haar aangaat. Dit is voor het eerst dat zij ook echt in vrijheid kan leven, nu hij er echt niet meer is. Mary kan dus vanaf hier verder met haar leven, in hoeverre dat kan. In de tussentijd heeft ze de draad wel proberen op te pakken. Maar ik lees dat ze trouwde, is gescheiden, dat ze wel 2 kinderen heeft gekregen. Maar door de mentale problemen die een hoofdrol bleven spelen in haar leven, is alles ontzettend moeilijk voor haar geweest. Ze heeft constant last van nachtmerries. Soms zijn die nachtmerries zo intens en heftig dat ze er zelfs gewond van raakt, dat ze zichzelf per ongeluk verwondt. Zo las ik dat haar schouder zelfs uit de kom is geraakt door een heftige nachtmerrie die ze heeft gehad. Dus je kunt je voorstellen wat voor invloed dit heeft op haar dagelijks leven. Mary vindt uiteindelijk haar heil in het helpen van andere mensen die geweldsdelicten hebben overleefd. Ze richt zelfs haar eigen stichting daarvoor op, de Mary Vincent Foundation, om andere mensen die zich ongeveer in haar situatie bevinden, om die te hulp te schieten. Wat ontzettend mooi dat ze dat kan doen. Ze wordt trouwens ook nog kunstenares. Ondanks het ontbreken van haar handen leert ze dus te schilderen met haar protheses. Echt onwijs knap. Ze heeft zelfs haar eigen protheses gemaakt waar ze dus mee kan schilderen. Dus dat heeft ze helemaal zelf ontworpen en tot uitvoering gebracht, gemaakt. En daarmee maakt ze dus gewoon kunst. En dat is iets wat ze zichzelf helemaal aanleert, waar ze haar zelfvertrouwen uitput. En dat is echt het mechanisme om met haar trauma om te gaan. Hier zoekt ze echt haar afleiding in het maken van mooie dingen, in het creëren van mooie dingen. Ja, wat ontzettend knap dat ze dat heeft weten om te draaien tot zoiets moois en positiefs. Zij is wel echt een ultiem voorbeeld van doorzettingsvermogen. Kracht, moed, het vechten tegen zo'n vent je hele leven lang. Wat een inspiratiebron is Mary Vincent. Niet alleen tijdens deze aanval heeft ze zich zo sterk gehouden, maar ook daarna. Dat wat zij heeft doorstaan. Ik denk dat dit een van de meest bizarre verhalen is die ik ooit hier op dit kanaal heb verteld. Maar dat zo'n vrouw het ook nog overleeft en dat ze er nog is.
Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je door dit alles heen moet. Je bent 15, komt in de auto terecht met zo'n man. Hij hakt je armen af, laat je voor dood achter en jij weet gewoon letterlijk op te krabbelen. Het is echt een heel bijzonder verhaal en ik ben natuurlijk heel benieuwd wat jullie van dit verhaal vonden. In mijn podcast Moordkast ga ik er nog samen met mijn broer even wat dieper op in. Dus wil je dat beluisteren? Ga naar podimo.nl/moordkast en zorg ervoor dat je daar lid wordt. De eerste 3 maanden zijn gratis. En zo kun je ook alle andere podcasts beluisteren daar die op Podimo beschikbaar staan. Hou je nou van misdaad en mysterie en dit soort verhalen? Vergeet dan niet om op dit kanaal te abonneren en laat natuurlijk hieronder iets achter, onder de hashtag #SOnnelie, want wie weet geef ik jou de volgende keer wel de shout-out. Volgende week ben ik er weer met een spraakmakend moordverhaal. En dit keer ga ik lekker niet verklappen waar we het over gaan hebben. Je ziet het volgende week om 4:00 PM op vrijdag. Tot dan en super bedankt voor het kijken.